Goedendag en welkom bij een nieuwe COVID-update voor deze week. Tijdens deze updates proberen wij u nog steeds op de hoogte te houden van de recentste ontwikkelingen met betrekking tot het COVID-19 gebeuren in Suriname, maar ook in de rest van de wereld. Onlangs vond op het terrein van BOG de overhandiging plaats van 12 nieuwe ambulances. Het gaat hier om 3 field ambulances en 9 ambulances voor de zorginstellingen. De voorzitter van de ziekenhuisraad, Claudia Redan, zei in haar speech dat gezien de COVID-19 situatie er een grote druk was ontstaan op de ambulancediensten van Suriname, waarbij de ambulances van het AZ en de RGD het moesten ontgelden. De aanwinst van de nieuwe voertuigen was hoog nodig, aldus Redan. Gedurende de COVID-periode hebben de ambulances van haast alle instellingen rond de klok gereden. Maar met name de ambulances van RGD en AZ hebben het moeten ontgelden. De RGD-ambulances die moesten de COVID-positieve thuis ophalen en AZ die moest de complexe en erg zieke COVID-patiënten vervoeren. Het was geen gemakkelijke taak. Niet voor de RGD, niet voor AZ, maar ook niet voor de overige instellingen die overigens ook de COVID-patiënten moesten vervoeren. We hebben dit alles gedaan terwijl wij op een gegeven moment wisten dat de betaling voor de verritten niet door de verzekeraars werd vergoed. De laatste jaren is de kwaliteit van de acute zorgverlening volop in de belangstelling. Internationaal is bekend dat een groot deel van toevoer van patiënten aan de SEH komt van een ambulancedienst. De SEH van het AZP wordt op regelmatige basis aangedaan door de diverse ambulances afkomstig van verschillende instanties. Dus ik heb ze ook al genoemd, zal ze nog één sorry noemen. Dat is AZ, ZLANS, RKZ, DH, maar ook MMC. Ze hebben overigens ook een eigen SEH, maar dan nog als het nodig is brengen ze patiënten naar de stad. RGD, medische zending en we hebben ook Surcat, TANS, Bridge Medical als particulier. Landelijk 10 instellingen welke beschikking hebben over ambulances, waarvan een groot deel niet volledig equipped of volledig afgeschreven zijn. De president van de Republiek Suriname, Zijne Excellentie Chandrika Prasad Santokhi, bleef ook stilstaan bij de internationale samenwerking welke Suriname aangegaan was in strijd tegen COVID-19. Hij hekelt ook het feit dat er parlementariërs zijn die het niet hebben kunnen inzien wat voor hulp wij als land gekregen hebben. Niet alleen vaccins, maar ook zuurstofconcentrators kregen wij gedoneerd. We hebben ongezien wat internationale samenwerking betekend heeft tijdens de COVID-periode. Als we dat niet hadden, weet ik niet waar we zouden staan vandaag als land. Want we hadden heel vroeg, als ik me niet vergis, minister, reeds in september 2020, toen bekend werd dat de vaccins ontwikkeld zouden worden, al vooruit betaald in september 2020. Al vooruit betaald om ons land te kunnen verzekeren en vaccins te kunnen garanderen voor het volk van Suriname. En juist datgene wat we betaald hadden, daar hebben we bijna niet die hoeveelheid gehad. Een hele kleine hoeveelheid hebben we gehad. En daarmee zouden we ons volk niet kunnen beschermen en redden. Maar dankzij die internationale samenwerking, dan hoor ik een parlementariër gisteren in het parlement zeggen, wat heeft het buitenland gedaan? Ons een paar COVID-middelen gegeven? Dat zijn die laffe houding van die mensen. Want juist die bijstand heeft ons geholpen dat we vaccins kregen, maar ook zuurstof kregen om onze mensen te helpen aan zuurstof, waar het heel wat personen gestorven waren door zuurstofgebrek, omdat die apparaten er niet waren. Minister Amar Ramadan van Volksgezondheid is zeer tevreden met de nieuwe ambulances die zijn aangeschaft. Volgens de minister was er door de COVID-19 situatie een grote druk ontstaan op de ambulancediensten van Suriname en leidde de pandemie tot verslechtering van de voertuigen. Nieuwe ambulances waren daarom hoog nodig. Het is sowieso een positieve ontwikkeling dat wij vandaag in staat zijn als ministerie, maar ook als regering, de ziekenhuizen ambulances, voertuigen te schenken. En dit is niet zomaar. Wij zijn ons bewust van het feit dat in de COVID-19 periode
met name die belasting op de ambulancewagens, voertuigen, heel zwaar was. En ik kan nu al zeggen dat de staat van ambulancevoertuigen ook al ruim voor COVID-19 niet al te geweldig was. Dus er is een enorme druk geweest. Ambulances zijn uitgevallen, gerepareerd. Andere ambulances moesten geshift worden van ziekenhuizen. Zelfs bij het BOG zijn er ambulances geplaatst. We hebben, met, zoals we kennen in het Surinaams, Boetboetoe. Je gaat de ambulances allemaal moeten gaan repareren om steeds draaiende te houden. Terwijl patiënten thuis wachten om opgehaald te worden, COVID-patiënten. Dus het was een call eigenlijk op basis van de evaluaties dat wij dringend onze ambulancepark voor de ziekenhuizen moesten upgraden. En dat hebben we gedaan. Wij hadden 9 ambulances die we hebben aangeschaft. En 3 ambulances die zijn toendertijd ook via het Japan UNOPS project geschonken aan Suriname. Dus vandaar dat we in staat zijn om 12 ambulances nu te schenken en te distribueren onder de verschillende zorginstellingen. In heel wat landen zijn de COVID-besmettingen weer toegenomen. Ook in Suriname is dat te merken. Volgens gezondheidsminister Dr. Amara Madin zegt op de hoogte te zijn van het aantal gevallen. Dagelijks melden mensen zich aan op de SEH van het Academisch Ziekenhuis met COVID-19 symptomen. Wat heel jammer is, is dat er niet meer gesproken wordt over vaccineren. De toeloop naar de vaccinatieposten is afgenomen en dat terwijl er genoeg vaccins ter beschikking zijn. De COVID-situatie, wij horen en wij monitoren ook natuurlijk. Er is een toename, er is een lichte toename van het aantal gevallen. Ook ziekenhuisopnames, dat hoort u, kunt u misschien zelfs vragen aan de directeur van het AZP. Daar melden mensen zich aan bij de SEH met COVID-gerelateerde klachten. En we zijn ons daarvan bewust. Wat ik minder hoor is dat we niet meer oproepen om te gaan vaccineren. Mensen bijna niet gemotiveerd zijn om te gaan vaccineren. Wat ik zie ook dat de toeloop naar vaccinatieposten minder is. We zitten hier, je kunt zo meteen bij de directeur van BOG vragen hoeveel mensen vandaag al gekomen zijn. Ik hoor gemiddeld 60 of 70 aanmeldingen per dag. Dat is bitter weinig. Als je ervan uitgaat dat we ruim 160.000 vaccins van het merk Pfizer en 20.000 van Sinopharm in voorraad hebben. Dan, en je ervan uitgaat dat 55% van de doelgroep gevaccineerd is. Dus nog 45% ruim van de doelgroep die nog niet gevaccineerd is. Dan vraag ik me af, als inderdaad COVID-gevallen gaan toenemen, dusdanig gaan toenemen dat mensen zuurstofbehoeftig worden, opnamebehoeftig worden, IC-behoeftig worden, dan gaan we weer in een situatie geraken waar de druk op de zorg vooral gefocust zal zijn op COVID-19. Dus de ziekenhuizen zijn inderdaad gevraagd om in alertfase te gaan, goede afspraken te maken onderling, verantwoordelijkheden te nemen. Elk ziekenhuis zijn eigen verantwoordelijkheid. Uiteraard goede afspraken met elkaar over de follow-up en de monitoring van COVID-19. Dus ik roep de samenleving op om los van die preventieve maatregelen ook nog de vaccinatie niet te verwaarlozen. Ik heb vorige week vrijdag mijn boostershot genomen, ondanks mijn 2 prikjes vorig jaar. En met 2 doorgemaakte COVID-infecties, waarvan mijn laatste januari was, heb ik toch besloten om mijn boosterprik te halen. Wat betekent voor mij dat ik een extra bescherming zoek. Omdat we die bescherming eigenlijk wel hebben. En u ziet het voorbeeld, ik heb het gisteren even aangehaald, in Noord-Korea bijvoorbeeld. Waar de president en de regering daar duidelijk heeft gezegd, wij geloven niet in COVID-19, et cetera, ten tijde van de heftige periode. Nu steekt COVID daar de kop op. Er is niemand gevaccineerd daar. En je ziet wat er gebeurt. Torenhoge cijfers van infecties. Mensen gaan dood. Mysterieuze koorts noemt hij het. Maar het is COVID-19. En je moet gaan vaccineren. Dus in landen waar je een goede vaccinatiegraad hebt, zal je nog steeds af en toe kleine golven krijgen. Ook in Suriname. Daarvoor moeten we onze ogen niet sluiten. Die golf gaat komen. Die golf zal komen. Hoe hoog het zal zijn, zal afhankelijk zijn van hoe wij met elkaar omgaan. Dus de samenleving moet niet vreemd opkijken als er toename is. Je moet ook niet bang worden. We hebben gezegd, als je bang bent, dan moet je gaan vaccineren. Want dat beschermt in ieder geval wel degelijk en bewezen tegen de ernstige complicaties van COVID-19. De volgende golf komt zeker zoals de minister dat voorspelt.
Wacht dus niet langer en ga je zo gauw als het kan nog vaccineren. Op de vraag als er nu niet gedacht moet worden aan het verscherpen van de maatregelen, zei minister Ahmadine dat de instanties de ontwikkelingen op de voet volgen. Maar hij geeft aan dat men de eigen verantwoordelijkheid moet nemen. Ga vaccineren en hou je aan de preventieve maatregelen. Wij hebben Suriname vanaf maart maatregelen vrijgegeven. We hebben verantwoordelijkheid ook gelegd bij die samenleving. We merken overal feesten. Je kan het begrijpen hoor. Je kan het best begrijpen dat mensen weer willen feesten. Bij elkaar willen komen. Symposia houden, conferenties houden. En op de werkplek isolatiebeleid is afgeschaft. Dat betekent dat je met COVID-19 kan gaan werken met een mondkap op. Als je niet comfortabel voelt, dan blijf je thuis. Maar we gaan sowieso kijken naar maatregelen. Maar als die maatregelen nog niet genomen hoeven te worden, en we die verantwoordelijkheid ook leggen bij het individu. Ik denk dat op individuele basis mensen ook moeten gaan werken aan een oplossing. Als hoe meer individuen beslissen om te gaan vaccineren, hoe minder ernstig een stijging van gevallen zal zijn. Een maatregel vanuit het beleid, met bijvoorbeeld een lockdown. Ik kan bijna zeggen dat ik niet geloof dat mensen zich zullen houden eraan. Dat ik geloof dat mensen zich niet zullen houden eraan. Dus nogmaals. Ik denk niet dat dat ook een bijdrage zal leveren aan het terugdringen van infecties. Belangrijk is dat wij moeten gaan zien op individueel, dus individuele approach. Waarbij mensen door, via de artsen, via hun specialisten, via andere mensen, via de kerk, via andere kanalen gemotiveerd moeten worden om te gaan vaccineren. En we hebben genoeg vaccins, er zijn genoeg vaccinlocaties ook. Dus laten we niet de zaak bagatelliseren, laten we de zaak monitoren. En ieder motiveren om te gaan vaccineren. Nu het aantal gevallen van COVID-19 in de hele regio sterk toeneemt, met 27,2% in de afgelopen week, heeft de directeur van de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie, PAHO, Carissa F. Etienne, de landen opgeroepen actie te ondernemen om het toezicht, de volksgezondheidsmaatregelen en de vaccinatie op te voeren en ervoor te zorgen dat de gezondheidsstelsels voorbereid zijn om een potentiële toevloed van COVID-19-patiënten op te vangen. Vorige week meldde onze regio meer dan 918.000 gevallen, de directeur vandaag in een persconferentie. New infections and fatalities of COVID-19 have been rising steadily over the past 4 weeks. Last week, our region reported more than 918,000 cases, a 27.2% increase compared with the previous week. Over 3,500 deaths were reported. COVID-19 hospitalizations increased in 18 countries, and admissions to intensive care units rose in 13 countries and territories. More than half of the infections were reported in North America, where cases have been climbing for the past 7 weeks. The surge is driven by new infections in the United States, which recorded more than 605,000 new cases, which is a 33% increase. Het aantal COVID-19 ziekenhuisopnames steeg in 18 landen en het aantal opnames op intensive care units steeg in 13 landen en gebieden. Na een periode van lagere transmissie benadrukte de PAHO-directeur dat veel landen zijn afgestapt van volksgezondheidsmaatregelen zoals het dragen van maskers en sociale afstand houden. Maar met slechts 14 van de 51 landen en gebieden in de Pan-Amerikaanse regio die de doelstelling van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO van 70% vaccinatiedekking hebben bereikt, blijven veel te veel mensen onbeschermd. In sommige landen is de vaccinatiegraad bijzonder laag bij mensen die het risico lopen op ernstige ziekten, zoals ouderen, zwangere vrouwen en mensen met reeds bestaande aandoeningen, merkte zij op. We moeten de lessen die we uit noodsituaties in het verleden hebben getrokken, gebruiken om een toekomst op te bouwen waarin onze gezondheidsstelsels en onze leiders beter voorbereid zijn om de volgende uitdaging aan te gaan, zei de directeur van de PAHO, Carissa Etienne. En met deze informatie zijn we aan het eind gekomen voor deze update. Ik wens u een fijne voortzetting van uw dag. Tot de volgende keer.